Vrijdag 28 november. Dit is U Vandaag. Vrouwen doen aangifte tegen Utrechtse oplichter. Blokkadeactie tegen gevaarlijk verkeer op Vleutenseweg. En Big Brother is watching you in de nieuwe examenruimte van het CBR in Leusden. Goedenavond. Goedenavond. Het net lijkt zich te sluiten rond de Utrechtse oplichter Christon van Bemmel. Hij houdt zich al weken schuil, maar verslaggever Floris Springer, jij bent hem op het spoor. We krijgen inmiddels zoveel tips dat we eigenlijk al kunnen bekijken waar hij ongeveer is. Tips komen van Delft tot aan Haaksbergen, eigenlijk door heel Nederland. En ik ging vandaag op zoek. Straks meer. Tot zo, Floris. Eerst ander nieuws van vandaag. Vanaf vandaag staat op het Eemplein in Amersfoort weer een grote schaatsbaan. Tot het einde van de kerstvakantie kun je niet alleen schaatsen, maar ook genieten van koek en zopie. En ook wordt de eerste Amersfoortse curlingcompetitie in het leven geroepen. Teams van vrienden, families en collega's kunnen zich binnenkort aanmelden. Op de A28 tussen Den Dolder en Soesterberg heeft een vrachtwagen vanmiddag een auto de vangrail ingedrukt. De vrachtwagen was door een klapband stuurloos geraakt. Door de ravage moest Rijkswaterstaat 2 van de 3 rijstroken sluiten. En dat veroorzaakte een lange file. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De voormalige directeuren van de failliete kinderopvangorganisatie Estro uit Amersfoort hebben de omstreden bonussen die ze kort voor het faillissement ontvingen teruggestort. Dat blijkt uit het verslag van de curator. De oud-directeuren zouden die bonus op eigen initiatief hebben terugbetaald. Estro maakte direct na het faillissement een doorstart onder de naam Small Steps. Een unieke videogame gemaakt door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ivo van Dijk en zijn studiegenoten maken de eerste videogame ter wereld in de vorm van een rockopera. De game heet Karma Flow en moet begin volgend jaar klaar zijn. Dan wordt de opera ook op het podium uitgevoerd. Christon van Bemmel is sinds deze week een bekende Utrechter, maar helaas niet in positieve zin. Hij wordt beschuldigd van oplichting, heeft een spoor van schulden achter zich gelaten en blijkt ook nog eens vrouwen seksueel te hebben geïntimideerd. Ja, en dat deed hij door ze te laten solliciteren op een niet bestaande baan. En tijdens zo'n gesprek stelde hij dan vragen over bijvoorbeeld hun cupmaat. De klachten over Van Bemmel blijven binnenstromen bij RTV Utrecht. Floris Springer, jij hebt geprobeerd om hem op het spoor te spreken te krijgen. Ja, want sinds dat we aan het begin van deze week zijn begonnen met het maken van verhalen over deze meneer, stromen de reacties bij ons binnen. Telefoontjes, via de mail, via anonieme tips. Het is echt bizar hoeveel tips we krijgen. Maar het gaat natuurlijk ook om de vraag, waar is Christon zelf? Want wij willen hem ook heel graag spreken. We hebben hem ook de kans gegeven om zijn kant van het verhaal te laten vertellen. Maar hij neemt zijn telefoon niet op. De telefoon stond vandaag ook uit. Maar toen kwam er vanochtend een telefoontje dat hij de nacht in Nijkerk zou hebben doorgebracht. En daar ging je vandaag maar even kijken. Het is Nijkerk, net buiten de provinciegrens. Volgens bronnen heeft Christon van Bemmel hier vannacht geslapen. En zou hij ook zijn gezien op het plein. 400 meter, dus we gaan hier zo de auto neerzetten en kijken of Van Bemmel thuis is. Twee bellen. Het lijkt er sterk op dat er dit moment niemand thuis is. Zou je vannacht hebben geslapen? Of het ook zo is? Tja, niet thuis. Terug naar Floris op de redactie. Floris, de politie zei gisteren dat er geen onderzoek loopt naar deze Van Bemmel. Maar dat is veranderd inmiddels. Ja, dat is vandaag veranderd. Gisteren werd het inderdaad nog ontkend. Maar vandaag kwam de politie aan wel daadwerkelijk met de bevestiging dat de recherche wel degelijk een onderzoek is gestart. En dat gaat aan de hand van 4 meldingen die zijn binnengekomen bij de politie. Ze hopen ook dat vooral mensen de aangifte gaan doen. Dat als ze iets te maken hebben gehad met deze meneer, dat ze dan de stap maken naar de politie. Hey Floris, een beetje een gek detail in deze zaak. Want de politie zoekt hem, maar Van Bemmel is onlangs op het bureau geweest. Hoe zit dat? Dat zegt een goede vriend van Christon. Die zegt namelijk dat hij een WhatsAppje heeft gekregen van Christon, waarin hij zegt dat hij afgelopen woensdagochtend 2 aangiftes heeft gedaan. Eentje tegen een persoon waarvan Christon zegt dat hij nog een boel geld van hem krijgt, terwijl die persoon precies zegt dat het andersom is. En ook tegen een ex-vriendin die hem op Facebook helemaal zwart heeft gemaakt en waarvan hij zegt, ja, dat is smaad, dat is laster, dus ook daar wil ik aangifte tegen doen. Of dat verhaal ook klopt, dat wilde ik natuurlijk checken bij de politie. Maar die zeggen, ja, we moeten die meneer ook een beetje beschermen. We hebben ook de regels bij de politie.
politie dat we dat niet openbaar maken. Dus we moeten maar afwachten of het de waarheid is of weer luchtfietserij van deze meneer. Heel veel vragen dus nog. We blijven het volgen. Dankjewel, Floris Sprenger. Een paar honderd buurtbewoners hebben vanmiddag de busbaan op de Vleutenseweg in Utrecht bezet. Op die plek zijn al meerdere ernstige ongelukken gebeurd. Ja, en toen een 14-jarig meisje vorige week onder een stadsbus terechtkwam en ernstig gewond raakte, was de maat meer dan vol. De bewoners zijn de onveilige situatie zat en eisen maatregelen. Niet langer dan een kwartier duurt de bezetting van de busbaan ter hoogte van de bushalte waar vorige week maandag het ongeluk gebeurde. Maar de boodschap is helder. De buurtbewoners zijn de gevaarlijke Vleutenseweg zat. Elfie Koevoet protesteert ook mee. Het was haar vriendin Javan die vorige week onder de bus terecht kwam. Nou, we hadden een hele leuke dag met z'n drieën. Want ze zit ook bij ons in de klas. En we gingen naar mijn huis toe. En daar hebben we afgesproken. En uiteindelijk ging ze naar huis toe. En is ze dus aangereden door de bus. Bij de aanrijding raakt Javan zwaar gewond. Ruim anderhalve week na het ongeluk is ze buiten levensgevaar, maar ze is er erg slecht aan toe. Wat Elfie betreft worden de gevaarlijke kruisingen dan ook aangepakt. Ja, er gebeuren hier echt heel veel ongelukken. En er wonen, ja, het is echt een kinderbuurt dit, dus er steken heel veel kinderen over. Gewoon elke dag heel vaak van naar school toe gaan en dan weer terugkomen. En er zijn meerdere ongelukken gebeurd al. Eerder op de dag bekijkt ook Veilig Verkeer Nederland de situatie op de Vleutenseweg. En komt tot dezelfde conclusie als Elfie. Het is er erg onoverzichtelijk. Er zou nog wel wat aan gedaan kunnen worden. Ook door signalen die geplaatst zouden kunnen worden. Er staan wel wat waarschuwingssignalen. Maar daar zou nog eens naar gekeken kunnen worden of die op de goede plek staan. Ja. De gemeente is inmiddels in gesprek met de bewoners over de veiligheid. Dat doel is met de actie dus bereikt. Maar wat de organisatie van de bezetting op het kruispunt betreft, gaat het niet alleen om maatregelen als verkeersdrempels. Maar ook een soort bewustwording bij automobilisten, taxichauffeurs, fietsers en ieder voetgangers. Dat als je op de Vleutenseweg bent, dat je moet uitkijken en dat je dus de regels moet blijven hanteren. Ook Elfie hoopt dat weggebruikers beter gaan opletten. Maar meer nog hoopt ze dat haar vriendin Javan er weer helemaal bovenop komt. Ja, natuurlijk. Ja. Dat wil iedereen, denk ik. Ook van onze school. We leven allemaal heel erg mee met haar. Nou, wij ook. En aan het eind van de middag is een overleg begonnen tussen de buurtbewoners en de gemeente. Als dat iets oplevert, dan ziet u dat natuurlijk op onze website. Zometeen spieken bij het theorie-examen. Vergeet het maar. En winnen is de enige optie voor FC Utrecht morgen in Breda. Het weekend staat voor de deur. Tijd om plannen te maken. En normaal gesproken zit onze Nadia hier op de bank. Maar deze keer vanaf de Neuden. Nadia, wat doe je daar? Ja, wegwaaien, denk ik. Maar ik sta hier omdat die schommels hier achter mij. Nou ja, je ziet ze al een beetje. Het zijn niet gewoon maar schommels, ze maken heel veel muziek. En ik weet niet of dat goed te horen is voor jullie, maar daar kom ik straks op terug. Ik wil even beginnen met een bijzonder boek. Er wordt zondag een bijzonder fotoboek gepresenteerd hier in Utrecht. En dat gaat over 10 jaar muziekgeschiedenis hier in de stad. Er zijn 160 mooie pagina's van gemaakt en dat is in een speciaal boek gebundeld. Het leuke is eigenlijk dat het 100 indrukwekkende foto's heeft van Utrechtse muzikanten, maar er zijn ook interviews geweest. En daaruit blijkt dus dat de Utrechtse scene een hele hoge gunfactor heeft. En dat is best bijzonder, want ja, de muziekscene is toch ook wel een beetje een scene waar veel geconcurreerd wordt natuurlijk. Ja, veel kinderzinnen. Maar dat blijkt in Utrecht dus heel anders te zijn allemaal. Er is ook zondag is dus de presentatie. En daar wordt het boek gepresenteerd, maar er zijn ook optredens, waaronder de Utrechtse band Novak. En die stopt ermee na 7 jaar en die geven zondag het allerlaatste optreden. Er zijn toch nogal wat meer bekende bands uit Utrecht, Nadia. Staan die ook in dat boek? Ja, zeker weten. Denk maar aan Kite Man, aan Blauwtzoen en natuurlijk van de laatste tijd Kensington. Maar er zijn er nog meer. We hebben ze een beetje op een rijtje gezet. Ja, en de boekpresentatie is dus zondag in Tivoli Vredenburg. Ja.
Dan nog meer muziek, maar dan wel met een ernstige ondertoon. Want de landelijke inzamelingsactie tegen ebola is in volle gang op dit moment. Ook in Woerden doen ze er heel veel aan, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Woerden tegen ebola. Ze organiseren een speciaal concert. Natuurlijk ook maar met één doel, om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En daar hebben ze verschillende artiesten voor uitgenodigd. Waaronder een gospelkoor, The Miracles. Mother and child, holy infant son, tender and mild. Ja, en naast dat gospelkoor is er ook een nederpop te horen. Dick van Vliet komt dwarsfluit spelen, er is country. Nou ja, kortom, je moet er eigenlijk gewoon heen. Een compleet gratis concert, maar een bijdrage, ja, dat is natuurlijk wel gewenst. Want het gaat natuurlijk voor het goede doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ja. Nadia, je staat niet bij die schommels. Nou wil ik toch wel weten wat dat nou precies is. Vertel. Ja, dat vraag ik. Goeie vraag inderdaad. Nou, naast mij staat Kik Eveleen. En Kik is van Buma Classical Convention. Je bent de directeur van een nieuw muzikaal festival hier in Utrecht. En daar heeft de schommel ook van alles mee te maken. Ja, de Buma Classical Convention is voor het eerst dat er een groot evenement is over klassieke muziek op deze manier in Tivoli-Vredenburg. En wij hebben een cadeautje gegeven aan de stad, omdat we hier het voor het eerst zijn. En vonden het erg leuk om te doen en die schommels neer te zetten. De muziek die we horen uit de schommels, die heeft ook iets te maken met het festival, toch? Ja, zeker. Er is natuurlijk heel veel klassieke muziek. Wat je nu hoort is Nederlands klassieke muziek. Gemaakt door verschillende componisten. Het is een speeltuin voor volwassenen. En een van de composities is gemaakt door Willem Jets, de componist des Vaderlands. En die is hier ook verderop in Tivoli-Vredenburg. Kan je vertellen, waarom moeten wij hierheen? Waarom is dit festival zo bijzonder? Nou, het beste, het is een beetje North Sea Jazz-achtig te vergelijken. Je koopt één kaartje, je kan bijna naar 40 concerten. Morgen grasduin door de klassieke muziek. Je hoort alles, van kamermuziek tot groot symfonisch. Het is een feestje. Dankjewel, Kik, voor je bijdrage. Graag gedaan. Dankjewel, Nadia. Het is pompen of verzuipen voor FC Utrecht. Ja. Morgen in Breda. Het team van Robbie Afflen is na een reeks slechte wedstrijden naar de 11e plaats gezakt. Auw, in de Eredivisie. Ja, verkeerde rijtje is dat. De wedstrijd van vorige week was het dieptepunt misschien wel van het seizoen. Thuis in de Galgenwaard werd tegen Cambuur met 1-3 verloren. En dus is winnen morgen voor FC Utrecht eigenlijk de enige optie. Dat het een lastige week is geweest bij FC Utrecht is zacht uitgedrukt. Maar uit dat dal moet Utrecht nu gekrabbeld zijn een dag voor de wedstrijd tegen NAC. Ik kan me niet voorstellen dat het niet heel goed met Utrecht zal komen dit jaar. Omdat we hebben echt zoveel, zoveel technische jongens met goede stelling. Het moet lukken. Normaal gesproken hebben de spelers één dag vrij door de week. Maar die vrije dag werd ingetrokken en de spelers moesten een bosloop doen. Dat noemen we dan toch wel een straftraining. We hebben best veel gelopen, maar we hebben ook veel gepraat met elkaar. En dat hadden we natuurlijk nodig. Ja, dat kan je zien als straftraining, maar dat was het ook niet. Dat is de tweede dag na de wedstrijd. En dan kan je niet veel anders dan een duurloop maken. Dat is fysiologisch je slechtste dag. En om nou alleen maar beelden te gaan kijken en te gaan praten. Dus toen zijn ze lekker nog een stukje het bos in geweest. Zag jij dat vroeger wel eens een straftraining het bos in? Ja. Er is maar één ding wat telt morgen in Breda. Het is helemaal geen paniek, maar ik vind wel, wij moeten wel laten zien waartoe we in staat zijn. Ja, je moet gewoon winnen. Ja, daar zijn wij toe in staat. Na de dramatische wedstrijd van vorige week tegen Cambuur is er veel gepraat. Het roer moet om. We zijn er met z'n allen wel, wel uitgekomen dat er een aantal dingetjes, en die hou ik wel graag intern, maar dat er een aantal dingetjes anders moeten. Ja. Maar daar wil je dus niks over zeggen, zo voor de camera? Nee, want weet je, anders kunnen we dat gesprek wel voeren bij jullie in de studio. Dat doen we niet, dus dat houden we binnen. In elk geval is één verandering zichtbaar op de training. Eduard Dupland start na bijna een jaar vol blessures in de basis. De Franse aanvaller kan niet wachten. Die heeft ook, het liefst heeft hij de hele week een eigen bal. Dat vindt hij nu eenmaal prettig. Maar Edu is wel een echte winnaar. Een jongen die ervoor gaat. Een jongen die er voor zijn ploeg is. En eentje die ook nog eens kwaad kan worden. Dus ik vind in alle opzichten gaat Edu denk ik een belangrijke rol spelen morgen. Het is echt een heerlijke gevoel om nu weer mijn naam op de lijst te zien. En weer op dit veld te mogen, op een Eredivisieveld te mogen staan. Dat is echt, ik kan het niet eens beschrijven. Het is echt heel prettig. Nou, we gaan zien of die bosloop resultaat heeft. NAC Breda tegen FC Utrecht begint morgenavond om 9:15. Is live te volgen op Radio M Utrecht.
Gaan eens kijken wat andere media over Utrecht te melden hebben. Om te beginnen opvallend voetbalnieuws weer deze week. Ja, dat klopt. Want fans van FC Utrecht International Rubio Rubin, opgelet. Hello everyone, happy Thanksgiving. Black Friday is coming up. There's a special offer, so stay tuned. Ja, want vandaag is het in de VS, waar Rubin vandaan komt, Black Friday. En dat is de dag dat Amerikanen massaal hun kerstinkopen gaan doen. En Rubin is daar natuurlijk immens populair in de VS. Vandaar dat FC Utrecht handig op die Amerikaanse koopgek heeft ingespeeld. En een speciaal shirt en een gesigneerde spelerskaart aanbiedt. En Rubio Rubin heeft ons inmiddels laten weten dat hij die actie ontzettend leuk vindt. Maar let op, deze actie geldt alleen vandaag op Black Friday. Kan dat ook via internet? Dat kan via internet, gaat lekker snel. Oké. Dat doet in New York is niet meer te doen, denk ik nu. Nee. En hoe heurt het eigenlijk? Was presentator Jort Kelder gisteravond te zien op buitenplaats Zuilenburg aan de Vecht in Oud-Zuilen. Eigenaar Bert Degenaar laat Jort zien dat hij het hele pand in oude staat heeft teruggebracht. En aan de renovatie heeft hij zelfs een heel bijzonder element toegevoegd. Hij bouwde een heus planetarium aan het plafond. Prachtig. En laat Jort ook zien wat er gebeurt als je de tijd ruim een maand vooruit zet. Want dat kan met zo'n planetarium. Toch een soort tijdmachine van professor Barbas. Ja, ik heb het gisteren gezien. Je zag hem inderdaad zo omswitchen van naar 2015. Ik vroeg me alleen nog af hoe hij dat dan weer terug gaat zetten. Maar dat weet ik niet. Een primeur bij de Universiteit Utrecht. Maandag hoopt Corrie Thijsseling daar te promoveren op haar onderzoek naar het ontstaan van het dove onderwijs in Nederland. En dat doet ze helemaal in gebarentaal, want de promovenda is zelf doof. En er is inmiddels zoveel belangstelling voor die manier waarop Corrie haar proefschrift gaat verdedigen, dat in het academiegebouw in Utrecht een tweede zaal beschikbaar is gesteld. Bij te zijn. Zeker. Heel veel kinderen hebben de afgelopen tijd een schoenendoos gevuld met speelgoed en wat schoolspullen. Ja, gevuld. Gevuld, ja. Niet gekregen van de Sint, zelf gevuld. Ze hebben die doos bij de meester of de juf ingeleverd. Die moeten dan voor zorgen dat die spulletjes terechtkomen bij kinderen in ontwikkelingslanden. Ja, en nu gaan die leerkrachten dat natuurlijk niet zelf brengen naar bijvoorbeeld Afrika. Maar vrijwilligers in Woerden, zij zorgen dat alles goed komt met die schoenendozen. En u wilt heel graag weten hoe ze dat doen, want het is uw keuze van de kijker. Hey, dat is leuk. Even kijken. Dat zijn dan de schriften. Dat doe je er toch niet in, Han? Moet je even kijken of het uitdroogt. Niet als iemand anders springt kan pakken. Weet iemand of dit erin kan? Buurvrouwen Hanneke en Marjan hebben al bijna 100 schoenendozen door hun handen laten gaan. De spulletjes die ze in Afrika niet kunnen gebruiken, worden verkocht voor het goede doel. Lijm kan niet mee, want dat verdroogt. Daar is het veel te warm. Dus het is gewoon... dat droogt uit en dan hebben ze er niks meer aan. Mogen nog 2 potloden bij. En 12 kleurpotloden. De dames wonen naast elkaar, sporten samen en doen ook al jaren dit vrijwilligerswerk samen. Ik had het toen gelezen. Op... Met pensioen? Ja, met pensioen. Ik stopte met werken. Wat deed u? Ik ben verpleegkundige geweest. En toen dacht je, wat nu? Nou, ik las dit in volgens mij in het blaadje van de kerk of via via. En toen zijn we naar een voorlichtingsavond geweest. En ik vond het zo leuk dat ze zoiets hadden van, dat gaan we gewoon doen. Het is hartstikke leuk. Maar naast leuk dient het ook een goed doel. Het hele jaar zijn spullen ingezameld, pennenzakjes genaaid en schoenendozen gevuld. Uit Woerden gaan er maar liefst 8000 naar Sierra Leone. De kinderen zijn dolblij met hun doos. En dat maakt de vrijwilligers in Woerden weer blij. Ja, dat is erg. Gewoon heel blij zijn met misschien de ene doos die ze misschien ooit in hun leven krijgen met allerlei leuke dingen. Zeker als je kleinkinderen hebt die zeggen, wat wil je voor je Sinterklaas zijn? Nou, ik zou het niet weten. Nu ebola heerst in Sierra Leone, zijn de schoenendozen extra welkom. Wat eigenlijk nu dit jaar gaat gebeuren, is dat ze de schoenendozen wel gaan uitdelen. Normaal gesproken verzamelen ze 100, 200 kinderen bij elkaar, hele dorpen. Dat gaan ze nu niet doen. Ze gaan het heel kleinschalig uitdelen. Maar daarbij gaan ze preventieonderwijs geven over hoe je ebola kan voorkomen. Wat de symptomen zijn, dat is bijvoorbeeld deze flyer. Kijk, en de knuffel, dat is ook leuk. En tandpasta. Nou, dat was er weer eentje. Op naar de volgende doos. Nou, ze zijn nog niet vertrokken. U kunt nog schoenendozen langsbrengen in Woerden. Of helpen met dozen sorteren. Ook altijd komt dat van pas. Actievoorkids.org, dat is de website waar u meer informatie kunt vinden.
Waar kunnen we onze verslaggever maandag naartoe sturen, deze week? Nou, nog 1 week en dan is het pakjesavond. Lekker gedichten maken of surprises knutselen. Maar hoe pak je die cadeautjes in? Creatieveling Ingrid Kroeze uit Leusden geeft ons graag een paar van haar tips en tricks. Hoe herken je iemand als je niet kan zien? De Utrechtse student Tim in het Veld bedacht een bril die gezichten kan onthouden en je dan de volgende keer vertelt wie die persoon is. Hij legt ons graag uit hoe zo'n zogeheten face speaker werkt. En in de voormalige bibliotheek in het Amersfoortse Zielhorst, daar worden sinds kort fietsen opgeknapt en gerepareerd. De medewerkers hebben allemaal een beperking en kunnen zo ervaring opdoen op de arbeidsmarkt. Wij helpen ze natuurlijk graag een handje. Dus u kiest voor pakjesavond in Leusden, de feestspeaker in Utrecht of het fietsen repareren in Amersfoort. Kies wel voor maandagochtend 9 uur en dat kan via onze website rtvutrecht.nl. Het theorie-examen dat je moet halen voor je rijbewijs, dat wordt helemaal anders. In plaats van met z'n allen in een klas dat examen maken, moeten kandidaten straks in hun eentje ploeteren in een speciale cabine. Frauderen is er niet meer bij, want je wordt van alle kanten in de gaten gehouden. Het CBR in Leusden heeft de primeur. Met het zweet in de handen wacht Maxime af totdat ze haar theorie-examen mag doen. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar dat hoort erbij, denk ik. Maxime is een van de eerste die het theorie-examen nieuwe stijl aflegt. Dat betekent dat ze de verkeerstest niet klassikaal doet, maar individueel. Ja, het lijkt me ook wel rustgevend dat je dan zeg maar echt alleen je concentreert op jezelf en niet andere mensen om je heen echt ook hoort en ziet nadenken en zo. Dus ik denk dat het misschien wel handig is. En zo ziet de nieuwe examenruimte eruit. Het is een grote ruimte. Op de vloer ligt geluiddempende vloerbedekking. En iedere unit, iedere werkstation heeft ook geluidwerend materiaal aan de binnenzijde. Zodat je super geconcentreerd je eigen examen kunt doen. Dit is een touchscreen waarop je examen kunt doen. Bij je reservering heb je een aanmeldnummer gekregen. Dat nummer voer je hier in en dan start het examen nadat je een oefenvraag hebt gedaan. Boven ieder beeldscherm hangt een cameraatje, waardoor mijn collega's je goed in de gaten kunnen houden. Spieken tijdens het examen behoort nu echt tot het verleden. Het CBR in Leusden is bijna net zo goed beveiligd als Schiphol. Examenkandidaten moeten zich identificeren en persoonlijke bezittingen gaan in de kluis. Straling van meegesmokkelde mobiele telefoons kan zelfs getraceerd worden. In het verleden hebben mensen geprobeerd door middel van oortjes zich te laten voorzeggen. En dat willen we niet. Dus je moet gewoon goed leren voor het examen. Het is echt geen hogere wiskunde. En het is enorm belangrijk in het verkeer dat je de regels kent. Dat beseft Maxime zich maar al te goed. Ze heeft flink gestudeerd. Maar ja, op het moment suprême moet je het natuurlijk nog wel even doen. Na een half uur zoeken komt ze naar buiten. En geslaagd? Nee, ik had één vraag te veel fout. Ik had 1 vraagje, had ik nog snel veranderd, maar dat had ik niet moeten doen. Maar ja. Helaas, voor Maxime is het nieuwe systeem dus nog niet zo'n succes. Volgende keer beter. En eind volgend jaar moeten alle CBR-afdelingen in Nederland zijn overgestapt op dit examen. Nieuwe stijl. En nog even een bericht vers van de pers. Want zojuist is bekend geworden dat de koning vanmiddag een bezoek heeft gebracht aan Oudewater. Dit natuurlijk naar aanleiding van de vogelgriep die daar voor het eerst werd vastgesteld. En die begon in Hekendorp. Verrassing. Ja, en dat Hekendorp valt onder de gemeente Oudewater. En op het stadhuis liet de koning zich informeren door de burgemeester en de getroffen pluimveehouder. Ja. Mooi gebaar. Als we beelden van hebben, dan ziet u die nog. We kijken nog even naar het weer voor dit weekend. Vanavond flinke opklaringen. Vannacht is het helder en koelt het af tot 1 graad of 3 op de Heuvelrug tot het vriespunt. Morgen flinke periode met zon bij matige oostenwind voor het hooguit 6 graden. S'nachts kan het licht vriezen. En ook op zondag en maandag zonnige periode en vrij koud met in de nacht lichte vorst. En daarmee zijn we er doorheen. Kijk voor meer nieuws uit de regio op rtvutrecht.nl of op onze app. En u vandaag is morgenochtend weer met het weekoverzicht. Graag tot dan. Fijn weekend. Dag.